Hier hebben we weer een nieuwe vechter, maar zeker een goede technische vechter. Stel jezelf even voor. Mijn naam is Mohammed Dadda, A-klasse vechter, min 61 kilo. En ook ik zal eigenlijk vandaag op het Fightsense Enfusion gaan en daarna. Zal het doorgaan morgen, je partij? Helaas gaat mijn partij niet door. Ik heb er alles aan gedaan. Ik ben keurig netjes op gewicht, net op de weging. Vanochtend lekker naar de sauna gegaan. Met mijn trainer een goede gameplan aangehouden om het gewicht te halen. Stond ik op de weging 61 kilo rond, wat afgesproken was. Tegenstander was helaas 4 kilo te zwaar. Wie was je tegenstander? Ik vocht tegen Abdul Moudad van Bora Gym. Op de persconferentie zei hij dat hij me neer zou halen. Dus ik was wel benieuwd naar de partij. Alleen mag het niet baten, want hij woog iets te zwaar. Hij gaf zelf ook toe van ja, 4 kilo nu nog in de sauna afvallen. Want ik gaf hem de mogelijkheid om eventueel morgen nog te wegen. Ja. Maar 4 kilo is gewoon heel veel. En om dat zo op korte termijn nog zo af te vallen. Ja, je weet zelf hoe dat zit, ja, dus het is heel moeilijk. Dus hij heeft zelf aangegeven van, ja, dat hij het niet zo gaat redden. En is het misschien mogelijk, kijk, het liefst wil je natuurlijk gewoon vechten. En het liefst willen, zijn genoeg mensen die kaarten voor je hebben gehaald, die ook graag willen zien vechten. Ja. Ik hoop dat jullie er misschien later op de dag gewoon uit kunnen komen, hoe het eventueel te doen, misschien ook niet. Ja. Maar ik zou zeggen, probeer er alles aan te doen van zijn kant, dat hij ook, uiteindelijk, mensen weten nu dat jij wel het gewicht hebt gehaald, dus mensen weten van jou dat jij gewoon een professional bent. Doe het voor ons, de kijkers. Ja. 4 kilo is zeker veel, misschien 2 kilo of zo, 3. Kijk maar, ik hoop je morgen te zien. Ja. Ik mag alleen de winnaars interviewen morgen. Oké. Dus, wat het eigenlijk is, kijk, zoals de meeste mensen wel weten, ik vecht op 61, 63,5. Soms wat zwaarder, soms wat lichter. Ben ik wel iemand die de 63,5 heel makkelijk haalt. Dus zonder moeite te doen, hoef ik niet voor naar de sauna, hoef ik niet voor echt af te vallen. Dat is in principe mijn rondloopgewicht. Alleen ja, je weet het ook als je afspraken maakt met je trainer. En wij hebben vandaag morgen ook op een andere gegaan. In Duitsland hebben we een paar toppers staan. Regian Eersel die vecht tegen Dedel Sigman. Hassan Toy vecht daar een dikke partij tegen een Thai. En Jantje Kaffer die maakt zijn debuut in de A. Ja. Dus weet je, mijn trainer die zegt ook gewoon van heel duidelijk 61-61. Kijk, en ik heb hem ook eerder aangegeven van vechten we deze partij nou op 61 of op 63,5? En toen hebben ze eigenlijk de keuze aan mij gelaten. Toen zei ik, nou dan vecht ik liever op 61, want dan kom ik gewoon meer in mijn spel. Helemaal in het spel. Ja, kijk, ik kreeg van tevoren te horen van, hé, hij gaat het niet redden. Kijk, 63,5, geen probleem, dan neem ik dat. Maar om dan nu die switch te maken, terwijl ik nu op gewicht ben, weet je, dan ga ik mezelf eigenlijk te min doen. En natuurlijk zou ik het heel leuk vinden om in mijn eigen, in mijn eigen stadje te vechten. Veel aanhang, die ik nu helaas moet teleur gaan stellen. Mag die jongens straks of morgen terugkomen en zeggen van nou, ik weeg toch 61 kilo. Gaat het door? Yes, dan hebben we een match en dan gaan we vechten. Duidelijk. Nu weten jullie waarom, hoe of wat. Ik hoop jullie nog steeds te zien. Zijdepark, sportcomplex. Fightpress.nl. Mis dit niet. Wij zijn er in ieder geval bij.